Cocu tot 2019, jouw contract loopt tot 2018, Brandsel 2017. Maar ik hoorde net, en daar kan ik me alles bij voorstellen, dat jullie met z'n drieën die klus wel gezamenlijk tot 2019 willen volmaken. Nou, ik moest ja of nee antwoorden op deze vraag. Dus ik nee, nou, dit is voor de nuance. Dan loopt alles af. Maar goed, even. Kijk, maar het is zo dat de Raad van Commissarissen speelt hier een rol in. Ik kan zelf er iets van vinden dat ik het naar mijn zin heb en noem alles maar op. Maar de Raad van Commissarissen beslist over verlenging van contracten. Daar ga ik zelf niet over. Ja, maar als de Raad van Commissarissen jou nou na deze uitzending belt van toon jouw contract ook tot 2019? Nou, dan zou ik zeggen eerst met Marcel Brands gaan praten. Want die is vele malen belangrijker dan de algemeen directeur, vind ik. En als die gesprekken geweest zijn, dan kunnen ze mij bellen. En dan gaan we kijken of we daarmee komen. Want ik denk wel dat de rust in de organisatie tegenwoordig de cruciale functies op groeien is ingevuld. En dat moet een beetje matchen. Dus als je daar als raad van commissaris goed beleid over kan voeren, dan kan je volgens mij de komende jaren beleidsmatig en qua management het redelijk rustig houden. Ja, Cocu tot 2019. Uit deze woorden begrijp ik dat jij dat ook wel ziet zitten, mits er aan die voorwaarden wordt voldaan. Kun je inschatten hoe dat met Marcel Brands zit? Want ik kan me ook voorstellen dat ze in het buitenland zien van nou, dat is een jongen die aardig kan shoppen. Manchester United heeft wel behoefte aan zo iemand. Ik noem maar eens iets. Ben je bang dat het daarna getrokken wordt? Nou ja, het zou raar zijn als niet topfiguren in de organisatie 1-2 keer per jaar worden gebeld door welke club dan ook. Want ja, Marcel Brands is gewoon een topper op zijn gebied, de beste in Nederland en internationaal zelfs heel hoog aangeschreven. Dus dat daar af en toe druk op komt, dat vind ik dus heel normaal. Aan de andere kant, ik weet hoe Marcel in elkaar steekt, heeft ergens een zin. Heeft met Filip ook gesproken over de verlenging van het contract van hem en de plannen daarvoor. En daar past Marcel Brands ook in. Dus de Raad van Commissarissen zal binnenkort denk ik met hem wel even gaan zitten. Ja, dus dit horende zou het zomaar kunnen dat we binnenkort weer een persconferentie krijgen waarin Toon Gerbrands en Marcel Brands het contract ook verlengen onder het motto één voor alle nou, verlengen, we gaan met z'n drieën verder. Wat ik zei, ik zou als ik PSV was eerst met een contract met Marcel Brands aan de slag gaan en over mij nog niet zo druk maken.